Belangrijk om te weten, het 0G toestel waar paraboolvluchten mee uitgevoerd worden, eigenlijk is dat een vliegend laboratorium. Dat zit propvol cutting edge, wetenschappelijke experimenten. Experimenten die zelfs aan boord van het ISS gedaan worden. Ja, in de ruimte. En dat wordt in dat vliegtuig. Dus dat zijn niet zomaar experimentjes. Er wordt maanden aan voorbereid. Er wordt keihard over nagedacht. Nee, waarschijnlijk de duurste vliegtuigzitjes. Dat kost 6.000 euro. Ja. Per persoon. Dus het is niet zomaar iets waar je zomaar een keer lichtjes over gaat. Daar moet je goed over nadenken. Dus ons experiment daar hebben wij ook heel goed over nagedacht. Ons experiment is, valt chocomousse even zwaar in 0G? Dat gaan wij testen. Ja. Zodgie. Dat is niet goed. Is kijk, Bart heeft een mop. Ja, dus waarom lost een ijsbeer goed op in water? Omdat hij polair is. Voilà. Heel veel mensen zitten nu te wachten. Dat werkt niet. Dat werkt niet. Ja, oké, okay, hier werkt het niet. Nee. Dus ik denk dat we het eens moeten testen in 0G. Ah ja. Ah ja, dat vind ik wel 2 keer 6.000 euro waard. We hebben nog, ja. We hebben nog, ja, zo goed. Kom maar terug, hè. Henk, weet jij waarom een ijsbeer goed oplost in water? Nee. Omdat een polair is. Nee, ook niet. Ook niet in 0G. Ja, sorry. Onze excuses. Sorry, zo. Henk en ik hebben nu net 2 keer 6.000 euro, de man, opgesoupeerd aan een stomme mop in 0G. Terwijl er zoveel echte wetenschap gedaan wordt, het wordt tijd dat wij ook... Het wordt tijd voor echte wetenschap. Homeopathie. Werkt homeopathie in 0G ook niet? Ja. Ja. Dus wacht, dat is bachbloesem. Ja. Dus wacht, er staat op 4 druppeltjes en 10 milliliter water. Dus je moet het nog meer verdunnen. En dat werkt niet tegen stress in panieksituaties, bijvoorbeeld. Panieksituaties, dat staat er boven op 100 milliliter. 1, 2, 3. Oh, wacht, nog eentje. Het moet wel juist gedoseerd zijn. Hè. Ja. 4, voilà. Zo. Oké. Okay. School. Op een wetenschappelijk op een hoogwaardig wetenschappelijk experiment. School. Voel dat iets? Het begint nog niet te werken. Dus wel. Wacht, nee. Nee, wacht. Maar kom snel, voordat het niet uitgewerkt is. Henk, voelt jij u gestresseerd in deze panieksituatie? Nee. Nee, eigenlijk. Shit. Dan hebben we bewezen dat homeopathie wel werkt. Dat is toch wel weer paniek dit hoor, en stress. Ah, oké. Sjaske. Voel nou.